En inderdaad zien wij ook Luna van start gegaan daar in het midden. Dus Luna wacht een goede kopstart van Kier de Prins en Brent Keizer die toch een kleine tandje gaat komen. We gaan tot nu toe bij een pakje de koppositie ten koste van Kier terug. Deze twee gaan er weer zoals in de eerste match met behoorlijk snel uit de school. Gaan we kijken op die derde plaats. Want daar hebben we dan even kijken de jonge dames zitten van de Weijerijers die we net toch gemist hadden volgens mij in de Supercup. Maar nu rijdt ze dan toch keurig op die derde positie, Luna Lauwersen. En daar een hele mooie binnendooractie zien we daar. Ja, toch de thuisbaan en toch die training. Een goede lijn daar binnendoor. Schuift dan zo onderlangs. Kiana Henskens doet dat heel erg goed en pakt zo die derde plaats over van Luna Lauwersen. Op de zien we achteraan nog onze kleine stabiele zwart. En ze doet het toch wel mooi. 6 jaar zien we Jesse de Veer. Goede start en ook een goede start voor Tijn Langerijs. Zij nog hier om die eerste positie zoals dat ook in de eerste match zagen gebeuren. Het is dat toch wel Jesse die die koppositie weet te pakken, maar... Voelt dat toch de hele adem van Tijmen in zijn nek. Voor die derde plaats in handen dan van Romy Kerkel. Doet dat natuurlijk prima daar zo, die kleine jonge dame tussen die heren. Gaan we kijken wie daar dan nog meer. Dat recht zit toch op de derde plaats. Zo die eerste twee heren hebben dan 5 jaar ten opzichte van elkaar. Dan zien we erachter nu toch doorschuiven Tristan van Reusmaal. Hij schuift door naar die derde positie. Komt zelfs nog een aanvalletje naar die tweede plaats. En daarachter is nog een strijd op de derde en de vierde plaats. Een mooie spannende rit dit, in deze klasse van de 6 jaar. En wie nog meer 6-jarigen inmiddels van start worden, het zijn de Weijerijers die hier op top zitten. Jesse, Jansen en Diego Becker. Zij pakken hier die eerste twee posities. Wie zit daar dan op die derde plaats? Dat zou dan de Wessel van Tilburg moeten zijn op die derde positie. En dan hebben we nog één plekje over voor die finale. En dat is voor, die is voor Rick Groothuis op dit moment. Het gaatje is dan geslagen naar Jaden Prins en dan ziet het er toch naar uit dat het voor Jaden erg lastig wordt om nog de finale te halen. Voor wie het geen veel problemen zien voorop in ieder geval Jesse Jansen, hij pakt hier die koppositie in deze race 2 bij de klasse 6 jaar, match 2 moet ik zeggen. Claudio Mario Mutsumeci, ja, op top 10 en die haalt prima start gehad en pakt hier heel zeker die koppositie natuurlijk in handen. Hij doet dat denk ik voor Luc van Zetterhoff, Sam de Teus, in ieder geval een van zijn clubgenoten. Op de derde plaats zien we daar dan een man van Amazonië. Op de vierde plaats zien we dan een Renzo van Kassel. Of is het toch Renzo die nu doorschuift ten koste van Jimmy Henson die we daar dan op die vierde plaats zien. Ja, derde, vierde plaats, dat wordt een gespannen rit. Hier voorop is het kaartje geslagen. Op de tweede plaats is het inderdaad Sander Teunissen. En nu lijkt het dan toch inderdaad de derde plaats voor Renzo van Kassel te worden in deze tweede match bij de zevenjarigen. Goeie start hier aan de groene kant met 7 muiken. Rick Schakeraar, geen foutjes gemaakt, dat is nu de koppositie. Dat doet hij dan voor Link van Bostel, zij pakt hier de tweede plaats. Dat is het op de derde plaats zien we daar Ben de Heus in op die vierde plaats. In die belangrijke vierde plaats om die finale te gaan halen lijkt in handen te vallen van Perens Vergevert. Ook voor de Weijerijders. Sok Kok nog steeds, Rick Schakeraad hoor, zit dat natuurlijk goed aan die binnenkant. Krijgt aan de buitenkant dan toch te maken. Met Ben de Heus gaat het toch proberen, denk ik, hier met een hooglaag. Nee hoor, klein gaatje zit er nog steeds. Spanning tot op de streep, er komt een aanvalletje en is het toch, nou ja, die laat ik al eens hier over, wat een fotofinish denk ik. Race 6 inmiddels in de baan natuurlijk. We gaan kijken wie hier die koppositie heeft te pakken. Ik zie daar denk ik op de tweede plaats in ieder geval Kim Richters. Makkelijk te herkennen natuurlijk al die boslange haren onder haar helm uit. Zit ze op die tweede plaats en dan denk ik dat achter. Even kijken, we gaan eens even kijken. Milan de Haas inderdaad, die zit op die eerste positie. Milan de Haas, Kim Richters, zij zijn er samen verloren in deze klasse 8 jaar. Gaan we kijken op die derde plaats. Dat Jeff die zwart zit en op die belangrijke vierde plaats is dat Van Groeven.
gaan we nu kijken hoe het in de wedstrijd ervoor staat in deze race. Even kijken hoe we zitten in de race. Van race 7. Moet ik mijn blaadje opslaan. Het is in ieder geval Nick Kerkhoff. Hij pakt hier die koppositie. En dat doet hij dan voor een rijder van Abbegode. En op de derde plaats zien we dan in ieder geval nog Laura Schakeraf volgens mij aan schuiven. Ik ga kijken naar race 8 bij de 9-jarigen. Max Nijkamp, hem zie ik in ieder geval zitten op die derde plaats. Daarom zien we dan de rijder van Amazonie, Nick Meijer in. Hij pakt hier de koppositie. En dat doet hij dan voor een team van de Wetering op die tweede plaats. We hebben nog één plekje voor die finale. Vier rijders staan hier natuurlijk door. En dat betekent dat er één af moet vallen. Anders heel vervelend. Die belangrijke vierde plaats staan nu in handen van Danny van Zetten. Het lijkt er goed te komen. Rikkie Langer zit nu op die onverduidelijke vijfde positie. Waarmee je natuurlijk daar niet door kan komen aan de volgende rond als je een beetje verder. Steve van Helmond, hij pakt de toppositie in deze race 9, eigen klasse 9 jaar. Op de tweede plaats zien we dat Tijn van Holland en op die derde plaats is het dan Timo Luijertsen. Tamara van Kampen, zij sluit aan op die vierde positie in deze race 9. Klasse 10 jaar. Aan de buitenkant zien we een goede start van de Tigo de Vaal. Maar het is toch met 7-12 wissel voor Holland. Hij pakt hier dan die koppositie. Kon de betere lijnen aanhouden en heeft zodoende ook met een goede start die koppositie weten te pakken. Daarachter zien we dan op die derde en de vierde plaats de twee rijders van de Woepers. Jochem van Alenbeek en Stijn van Pijl zijn dat dan natuurlijk. Op kop nog steeds. Wissel van Holland, hij pakt voor Tigo de Vaal die eerste positie. Op de derde plaats is dan Jochem van Alenbeek. Op de vierde plaats Stijn van Pijl. Daarachter zien we nog Bart Schuurmans en met 7:46 Gijs Bovers. Race 11, nog weer 10 jaar. Met Kasper Langer hier op de kop. Een goede start. Hij pakt hier die koppositie. Doet het voor zijn clubgenoot. Ik denk Mark Wildermans. De derde en de derde vierde plaats, daar wordt geknopt tussen de weirijders Tristan van der Maarten, Dani van Dee en van Gelderlandse Tim van Doorn. Daar zit de strijd. Hier voorop lijkt het geen enkel vuiltje aan de lucht te zijn. Met, Mark Wildermans op die tweede plaats. Op kop hebben we natuurlijk nog steeds Kasper Langer. Dan is het nu Tim van Doorn die die derde positie in handen heeft. Die belangrijke vierde plaats in handen van Dani van Dee. Kijken wij inmiddels naar Ronan Herman. Hij pakt hier die koppositie in de race 12 bij de 10-jarige ook weer. Op de tweede plaats zien we daar Carlo van Wijk rondrijden. Op die derde plaats is het dan Felix Otter. Hij pakt die derde positie in deze race 12 bij de eigen klasse 10 jaar. Is er nog één plekje te vergeven in de halve finale? Vier rijders gaan natuurlijk door naar die halve finale. De belangrijke vierde plaats nu dan in handen van Tom van Hattem. Hij zit op die belangrijke vierde positie, doet hij voor Don van Bokstel en daarachter zien we er ook nog Koen de Wit. De sporten heel achter die het nog steeds weer aandurft. Die het nog steeds aandurft met een sprongetje, pakt dan ook die koppositie. Wordt dan goed gevolgd door een van de weirijders. En op die derde plaats zien we dan in ieder geval Brent Koen de Mans. Het is Sven van Baal die voor de weirijders de tweede positie zit. Gaat dus prima mee en ook op de vierde plaats zien we daar nog natuurlijk op koers voor die... Even weer vergeten, we rijden hier gelijk voor de prijzen. Dit is een hele belangrijke uitslag natuurlijk in deze rit. Als je alleen mandjes hebt, ja, dan moet je hier al twee op de plaatsen verdienen natuurlijk. Nou, goede zaken aangedaan door Corrie Hooghakker volgens mij met twee eerste plaatsen nu. Maar het is goed op weg naar die overwinning bij de 11 jaar. Maar wij kijken naar de 12-jarigen, die zijn inmiddels ook alweer halfweg. Gaat het natuurlijk steeds sneller.
En ik kan het steeds moeilijker bijhouden, maar we gaan kijken naar Wino van Rijsbijk. Hij zit hier op kop, wel op weg ook naar een podiumplaats. Want ook hier zien wij geen finale, alleen mandjes. Dus elk punt dat je hier pakt is heel belangrijk. Niels Hogel zit er op de tweede plaats. En op podiumplek, de derde podiumplek lijkt nu een handel naar zijn Ruben Vrekeren. Ook bij de meiden 13 plus moeten hier de punten gelijk verdiend worden, worden de podiumplaatsen hier verdiend. Goede start zien we toch weer van Anja Jacobs, het pakt toch weer die toppositie. Joyce van den Burg inmiddels wat betere start dan net, zit op die tweede plaats. Daarachter de strijd tussen Michelle Laponder en Desio. Het is de Michelle die hier aansluit op die derde positie. Komt het aanvalletje daar zelfs op Joyce van den Burg en ook bijna 2-1, maar dat mislukte net. Zijn Jacobs die nog steeds die koppositie pakt, maar Michelle Laponde wel keurig doorgeschoven naar die tweede plaats. Joyce van den Burg dan op die derde plaats, spelstrijd gewikkeld om die derde positie met Daisy Holder. Dat lijkt toch net goed uit te pakken voor Joyce, zij pakt hier die derde plaats. Spannende spruit is bij die meiden daar voorop. 14 plus, inmiddels getrokken, Erik van der Wiel, hij pakt hier de koppositie voor Boy Koemans. En daarvoor zien we dan, worden wij scherming op de slotboom. En op die vierde plaats zien we daar de Nico Engelboom. Vier rijders door naar die halve finale, dus Nico zit er goed bij. Wie zit er dan op dit moment niet helemaal goed bij? We gaan kijken, dat is dan, dat moet dan Roos van Toren zijn. Ja, die is nog overgebleven natuurlijk in het lijstje. Hij zal toch het gaatje moeten zien te vinden om eventueel door te gaan naar die halve finale van deze 14 plussers. Oké, hier de 3 man, 4 man, dik over die eerste bult. Het is daar met 7,25 mooie binnendooractie van de Robin van Mil. Pakt net niet de koppositie, maar dat was een goede beweging daar binnendoor in die eerste bocht. Koppositie is nog steeds in handen voor van Wesley van Bergen. Hij zit op kop namens Nuland. Op de tweede plaats Robin van Mil dan in de drachten zit dan de strijd. Buitenom zien we daar Robin Dirks gaan. Moet dan toch het gaatje laten aan Max Hobo. Hij pakt die derde positie en daarachter is het centrum van de Hoepers die op de vierde en vijfde positie binnenkomen. Inmiddels weer eigen klasse 14 plus. Stefan Welmer aan de buitenkant pakt de goede start. Daarachter Juri Nedekor lijkt goed aan te sluiten op de tweede plaats. En dan krijgen we nog de rijders van Amazone. Max van der Hoogte en Niels Verstappen. Zij pakken die derde en vierde positie in deze race 18. Max van der Hoogte op die derde plaats. Niels Verstappen, hij zit op die vierde plaats. Moet erop gepast worden voor het aanvalletje van achteruit van Ruben van der Heijden. Want hij wil natuurlijk wel door naar die volgende ronde. Moet er nog een plekje opschuiven. Komt een aanvalletje, komt niet op tijd. Kijken wij naar de volgende race. Sebastian Honing en Dennis van Doesburg. Deze drie rijders. Natuurlijk goed op koers voor die volgende ronde bij deze 14 plussers. Met een halve finale straks. Is er nog één plekje vrij? En die is voor Ramon Wils, hij is op die belangrijke vierde positie. Of komt dan aan het aanvalletje van Arjan van Grinsen. Arjan van Grinsen die natuurlijk een beetje gemist hebben voorop, maar schuift dan toch door, lijkt het zo te zijn, naar die vierde positie in deze race 19. Gaan we weer kijken naar de cruisers. Ja, ook inderdaad Marcel Verbeulen die nu het tempo beter kan volgen. Een wisseltje van net maakt hij daarmee natuurlijk duidelijk goed. Hij moet er toch aansluiten op de vierde plaats. Inmiddels Mark de Veer, hij is vertrokken voor Wien van Doesburg. En nu op de derde plaats Pascal Nuijzenburg. Komt daar dan het aanvalletje van Pascal. Ja, lukt er binnendoor bij Willy. Willy dan terug naar die derde positie. Marcel sluit dan aan op de vierde plaats. Maar ja, het gat is toch absoluut een stuk minder dan net. Hoewel Marcel nu toch de boel een beetje loopt. Dus Mark de Veer die voor Pascal die eerste positie binnen lijkt te slepen. Of toch niet? Nou.